gedaan. Wandeling Breda met alle Pokémon toestanden. We komen naar bij het Vriezingspot. Dit is het gemeentehuis van Breda. En dit moet dan een Vriezingspot zijn, wat echt niks voorstelt. Kijk maar. Een stap, nou daar kan je geen sprong noemen. Die stelt echt niks voor. Nou, zou dit te doen zijn? Als je hier vandaan daarheen springt, wow. Dat moet strijder worden dan. Nou, doe maar iets. Kijk maar wat je kan, joh. Tjonge, jongen, jongen. Nou, dat is een volledige freerunner, hè? Nou, trappetje. Beetje dingen ontdekken hier, hè? Dat was precies bij het politiebureau. En hier heb je Pathé. En daar was het bowlingcentrum. En de achterbomen links richting station. Eerst even pauze houden, eten. Eigenlijk alles naar boven, tomaat en dit is de toren. Die kant op was een station. Welkomweg. Gaan we linksaf. Nou, hier heb ik het grote kruispunt. Richting de Jumbo die kant op. En dit is de Veilingkade. Nou, wees hem dan. Boven wat drinken halen. En wat zie je? Complete indoor skatebaan. We staan voor een punt voor de opening van het Vriezingpark Breda. De organisatie en de wethouder. Vlak voor de opening van het parcours Schijndel. Hi, wat is jouw naam en hoe? Ik ben Tommy Wagner. Ik zit bij Parcours Breda. En wij openen ons eigen vierenpark in Breda. Vlakbij Belkum, of in Belkum. En we gaan daar ook een demonstratie geven. En na de rand mogen jullie ook weer zelf trainen. Mooi, dankjewel. Succes vanavond. Ja, dankjewel. Ja? Oké, cool. Hey, welkom allemaal bij de officiële opening van het parcourspark hier in Breda. Het is de eerste van Brabant, een van de eerste in Nederland. En wij zijn Parcours Breda. En een aantal van ons zijn de initiatiefnemers van dit mooie parcourspark. Mijn naam is Seb, dat is Kas van Bokstel, Nino Kennis, Tommy Wagener, Frank Tempelaar en Sam Adam. Met één keer iemand. Met zeker Rick Kopela op de camera. En Thijs van Asselkom, die nu in China zit. Maar ik denk zeker aan ons op dit moment. Voor iedereen die nog nieuw is met de sport.
parcours ontstaan als een stappentechniek in de Vietnamoorlog, overgewijd naar Frankrijk en daar verder ontwikkeld tot de volgende die we vandaag kennen. Wordt vaak uitgelegd als zo snel en efficiënt mogelijk van punt A naar punt B bewegen, waarbij we obstakels gaan overwinnen. Vierrunnen, ook van punt A naar punt B, maar juist zo creatief mogelijk met draaien, salters en dat soort dingen. Ik ga niet veel over vertellen, we gaan zo meteen van alles laten zien. Belangrijk om misschien even te vertellen, dingen die wij doen zien er soms gevaarlijk uit. Maar dat trainen we jaren voor, laag bij de grond, tot we zeker weten dat het goed gaat. Voor nu wil ik graag Bram het woord geven om te vertellen waarom we dan hier een park willen. Als we zo creatief zijn met de omgeving en hoe dit tot stand is gekomen. Om een beetje te verduidelijken waarom wij eigenlijk dit parcourspark hebben neergezet. Het is natuurlijk niet alleen omdat de trainingsplekken hier in Breda beperkt zijn, maar er is natuurlijk ook een hele grote kans voor de nieuwelingen om een goed begin aan onze nieuwe sport freerunning te maken. Om veilig en comfortabel te beginnen met deze sport. Voor de rest is het natuurlijk ook een hele goede kans voor ons en de rest van de community om zichzelf te ontwikkelen in de sport. Het proces van Koerpark heeft hij natuurlijk niet zomaar in één keer goed veranderd. Het heeft natuurlijk wel echt 2,5 jaar ongeveer geduurd voordat hij hier is. We zijn op deze locatie gekomen via skatewinkel Donk. We zijn gekomen naar de gemeente gegaan, een budget gekregen, uiteindelijk ontwerp gemaakt, laten bouwen en een keuring laten zetten, zodat hij goedgekeurd is. Daarom staat hij er nu. Dankjewel. Groep de naam Parcours Breda heel hard samen hebben gewerkt om het park te realiseren. Er zijn een aantal mensen die ons daar heel hard mee hebben geholpen. Daar wil ik als eerste de mensen van Surplus heel erg voor bedanken. Met name Norbert Kelker, die is er op dit moment niet bij helaas. Die is lekker op vakantie. En hij heeft ons gesupport met van alles en nog wat. Van het budgetair, rondkrijgen van alles. Ideeën, ik loop buiten de verbrein. Verder, ik word een stiek duwtje. Applausje voor Norbert dan. Hey. Ondertussen een applausje voor de Rabobank alsjeblieft. 5000 euro. Nou, dus de laatste 5000 euro bij elkaar. Allemaal leuk en aardig, alles staat er. Dan gaan we nu over naar de officiële opening. Is vandaag. Dat zegt iets over dit initiatief. Het heeft even mogen duren, maar des te meer complimenten verdienen jullie voor het doorzettingsvermogen en het feit dat je dit niet alleen het idee hebt geopperd en het idee heeft bij de gemeente neergelegd, maar dat, dat jullie met z'n allen zijn doorgegaan met het ontwikkelen van het idee, met draagvlak creëren, met zelf ontwerpen en uiteindelijk ook zelf realiseren. En dat is gewoon, ja, dat is fantastisch. Dat is eigenlijk precies wat we vanuit de gemeente fantastisch vinden. Als dat soort initiatieven uiteindelijk tot realisatie komen. Daar is deze plek ook al een beetje voor bedoeld. Jaren geleden toen hier de industrie wat weg trok, toen heeft de gemeente een groot deel van dit stuk gekocht. En juist bestemd om allerlei spannende initiatieven te laten landen. En dan zie je met Welcome Beach, met 415, met Stack, nu het basketbalveld en nu dit fantastische parcours erbij. Ja, dit wordt echt een place to be steeds meer. En ja. Dat past helemaal bij de gedachte die we hadden en heel goed dus dat dit hier is geland. Thank you.
better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, keep strip walking. You know that I'm more cool than a conscious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. No, no, y'all can't copy yet. Bad, moonwalking, and this here is our party. My class is coming on Broadway, and we drink it all way. Chrome music, I took my skin and cut my bones. Take everything I record to it, and yet I'm on that stage. I'm on the sun, I'm down. Ai, ai, ai.